En dat werkt tweedelig. Dat komt gelijk bij de vraag van, oké, hoeveel miljonairs zijn er? Maar is het zelf ook, is het misschien voor de mensen zelf ook nog mogelijk om een miljonair te worden? Hey, welkom bij de Opcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over Bitcoin miljonairs. Want kijk, er komen steeds meer Bitcoin miljonairs bij. Maar er is ook nog genoeg ruimte voor nieuwe Bitcoin miljonairs. Ik denk zo heel veel zijn het er in feite nog helemaal niet. Helemaal niet. En we gaan in deze video kijken naar de cijfers, de feitjes gaan maken. Maar ik denk dat in de aankomende jaren, ja, dat er alleen maar meer en meer Bitcoin miljonairs bijkomen. Ik denk dat dit een van, nou, niet de gemakkelijkste manier, je wordt niet zomaar miljonair, nee, maar ik denk dat dit een van de manieren is dat het aantal miljonairs snel omhoog gaat. Ik denk ook dat het wel, je ziet altijd in de geschiedenis een omslagpunt. Weet je, je had bijvoorbeeld 10 jaar geleden had jij in Big Tech moeten zitten. Daar had je gewoon in moeten zitten, had je nu heel veel geld verdiend. Ja, dus heel veel nieuwe miljonairs zie je dat die in de afgelopen jaren uit de Big Tech zijn gekomen. Ik vermoed aankomende jaren dat het is niet alleen uit Bitcoin, uit crypto, maar een blockchain, alles gerelateerd eraan. Ik denk dat dat best wel wat miljonairs oplevert. Ja, het heeft al wat miljonairs opgeleverd. Maar wat jij zegt, in het verleden hoorde je dan ook vaak, ja, ik heb een goede investering gedaan in Apple. En ja, daardoor ben ik miljonair geworden. Ja, oké, naast dat kan. Je hoort nu al steeds vaker, ja, ik heb in Bitcoin geïnvesteerd in een vroeg stadium. En dat zijn er nog steeds niet heel veel die dan miljonair zijn geworden. Ja. Maar daar is nog steeds ruimte voor groei. Zeker als we kijken hoeveel miljonairs er zijn op de wereld. Hoe de wallets groeien, et cetera. En daar gaan we nu op het gemakje lekker naar kijken. Ik vind het leuk. Grafiekje, cijfertjes. Ja, sowieso is Glassnode, we hebben Glassnode al vaker meegenomen, ja, om te laten zien hoe de wallets groeien, et cetera. Ja. Maar het is ook heel leuk om te zien hoe dat groeit. Want we beginnen dan even bij de kleinste. En dat zijn de wallets met 0,01 bitcoin. Dus een meiertje. Ja, een meiertje ongeveer. Ja, nee, dat is het. Nou, zoiets meer. Hè. Ik ben echt nog geneigd om te zeggen 100, 1 puntjes. 1, 130, 140 dollar zou dat zijn. Maar je ziet dat daar nog steeds wel wat groei in zit. Ja, maar groei, je moet niet vergeten, de all-time high. We zitten daar gewoon dik boven. Absoluut. Dat is zeker, dat is zeker waar. Maar vanaf de all-time high is er natuurlijk ook veel meer interesse gekomen. Ja. Dus de groei is ook wel logisch. Maar die vlakt een klein beetje af. Die hele, hele kleine walletjes. Ja. Dan kijken we naar de wallets van 0,1. Dus dat zijn de ruggies. Ja, zeggen we dan maar. De 1300'tjes. Ja. Ook als een trein, hoor. Ja. Die groeien ook als een kanon. Dan kijken we naar de 1 Bitcoin wallet. En die vlakt een beetje heel af. Klein beetje. Heel klein beetje. Dat zijn misschien de mensen die even uitgekast hebben. Ja, bijvoorbeeld. Dus de wallets met 1 bitcoin, daar zie je dat het een klein beetje afvlakt. Maar als we dan verder kijken naar de wallets met, eigenlijk daaronder pas, maar de wallets met 10 bitcoin lopen ook een beetje. Dan zit je al, dan heb je al een ton. Dan ben je al. Maar dat is wel een bijzondere, een ton. Want als je een ton hebt en de bitcoin gaat naar een ton, dan ben je miljonair. Maar dan heb je een 10. Kijk, dat is ook een beetje, je moet het wel realistisch houden. Kijk, als je 1000 euro in bitcoin nu stopt, word je dan miljonair? Nee, ja, die kans is vrij klein. Dan moet je heel hoe minder die bitcoin hoeft te werken, hoe realistischer het wordt dat je uiteindelijk je doel bereikt. Ja. Heb je al 100 bitcoin, met de huidige koers, ben je er al, hè? Dan ben je er al, dan ben je al miljonair. Je zag eigenlijk, dat is wel grappig, waarom ik deze grafiek wil meenemen. Want je zag eigenlijk de afgelopen jaren dat dit steeds meer afnam. Maar je ziet dat er langzaam een trendomkeer is. Het mooie is, ik zei net al, je ziet ze afvlakken. Maar inderdaad, vanaf 1 bitcoin, 10 en 100 zie je ze afvlakken. Maar wat we nu zien, als je kijkt met wallets die meer dan 1000 bitcoin hebben. Maar kijk over de afgelopen jaren. Want die kleine wallets waren gegroeid. Maar dit is juist super hard gegroeid. Dit zijn de grote jongens. Dit is institutioneel geld. Dit is groot geld en veel geld. En helemaal de laatste. Die laat gewoon een explosieve groei zien. Ja. In de laatste periode. Wallets vooral met meer dan 10.000 bitcoin. Ja, kijk, maar dat is het grappige van bitcoin. We hebben voor normaal geld, hebben we ieder jaar in Nederland, hebben we bijvoorbeeld de quote 500. Daar staan de mensen dan in. En dat zijn allemaal, tuurlijk, je kan dingen opzoeken, maar dat is een gok. Ik hoef hier niet te gokken. Alles is letterlijk inzichtelijk, tot op de cent op te zoeken. Ik kan precies zien hoeveel, je weet uiteindelijk niet wie de wallet is. Je weet niet wie het is, maar je ziet wel welke wallet het rijkst is. Hoeveel miljonairs er zijn. Ja, letterlijk. Op dit moment zijn er gewoon letterlijk 21.119 miljoen bitcoin miljonairs. Ja. En
That's it. Dat is precies. Het is niet een gok. Dat is hoe exact. Het is. Dat is exact. Want aan de hand van de huidige prijs en de wallets. Je kan allemaal, elke wallet kan je inzien. Je weet alleen niet van wie ze zijn. Maar dat zijn er dus 21.119. En als ik dat. Ik heb dat even in Google opgezocht. Dat vond ik leuk. Als ik dan kijk hoeveel normale miljonairs er zijn in fiat. Laten we het dan maar zo houden. In juni 2020 was de schatting dat er 13 miljoen miljonairs zijn. En dat zijn er in crypto zijn het er maar 20.000. Dus dat, dit geeft aan, wat ik in het begin al zeg, nou, dat er nog heel veel rek is voor de miljonairs die investeren kunnen in bitcoin. Tuurlijk, gaan we nog een stapje hoger. Laten we zeggen miljardairs. Even, poof, dat is even next level. Hè? Maar dat zijn er ook veel hoor. Even kijken. Niet in bitcoin. Nee, in bitcoin. Met 10.000 bitcoin, 10.000 keer 10.000 is... Ik denk dat er nog niet eens 50 miljoen is. 100 miljoen. Ik denk hiervan inderdaad dat... Het, laten we het hoog inschatten. Dat er 50 miljardairs in bitcoin zijn. En wij weten zelf dat hier 50%, dat zijn exchange wallets. Ja, dus dat zijn nog ineens extra personen. Ja. Maar kijk ik dan hoeveel miljardairs er zijn. Het zijn er 2800. Ja. Dus het is zo'n klein stukje wat pas doet wat ze moeten doen. Het is heel klein. En wij zeggen daar, wij bedoelen daar niet mee, je moet dus al je geld in bitcoin stoppen. Nee, je moet nooit al je geld op één paard wedden. Maar het geeft wel aan dat er nog heel veel potentie en groei voor bitcoin is. Ja, en daar gaat het juist om. Want je ziet ook in de afgelopen jaren, als jij gewoon in bitcoin had geïnvesteerd, hoe je het went of keert, jaar op jaar op jaar op jaar is bitcoin... toch steeds vaak de beste investering. Ik heb je even wat aantal indextickers naast elkaar gezet. Ik heb natuurlijk gewoon de S&P 500 gepakt. Heeft de afgelopen jaren lekker rendement laten zien hoor. 40% ongeveer over de afgelopen jaar. Een paar jaren. Goud is ook heel erg in trek. Ja, heeft ongeveer 50% groei laten zien. Amazon, een van de big tech knallers. 240%. Kijk even naar dit getal. Bitcoin is gewoon een runner. En dat is niet alleen op deze tijd. Maar als ik verder uitzoom, want dat heb ik expres niet gedaan. Ja, dan vallen die andere twee gewoon weg. Dan zie je ze bijna niet meer. Amazon heeft het natuurlijk wel gedaan. Best wel redelijk goed gedaan over de afgelopen jaren. Met een 700-800%. Bitcoin heeft gewoon een 4000% laten zien. Ja. Ondanks dat er echt flinke correcties zijn geweest. Want als ik hem hier inzoom en ik pak natuurlijk naar de top. Ja, dan gaat... een andere asset outperformer. Dat is logisch, want je hebt een beermarkt gepakt. Ja. Maar als ik het laatste jaar gewoon weer meeneem, zie je gewoon dat Bitcoin weer boven komt drijven. En daar gaat het om. Het gaat erom dat je Bitcoin als een... is misschien wel raar, als een veilige asset gaat zien. Als een verzekering. Ja. En dat is wat wij eigenlijk altijd hebben gezegd. Je moet niet al je geld in Bitcoin stoppen. En we zeggen ook niet tegen de mensen, stop al je geld in Bitcoin... Vooral die grote zakelijke beleggers. Ja, dat is ook wat Chamath Palihapitiya heeft laten zien. Ja, die hebben een hele aparte naam op die man. Maar. So from my perspective, I still think that what I talked about sort of 8 or 9 years ago still holds, which is as a 1% hedge in our portfolio. I think of this as the insurance policy I use to sleep soundly at night, just in case the central banks and the governments of the world step on a landmine. Die heeft dat ook gezegd. Ja. Je moet het zien als een hedge tegenover het financiële systeem. Als dit financiële systeem faalt en onderuit gaat, zie ik Bitcoin als het redmiddel tegen de explosie in het huidige systeem. Maar dat... En zorg daarvoor, zegt hij, dat je een procent van jouw vermogen daarin veilig stelt. En dat werkt tweedelig. Dat komt gelijk bij de vraag van, oké, hoeveel miljonairs zijn er? Maar is het zelf ook, is het misschien voor de mensen zelf ook nog mogelijk om een miljonair te worden? Laten we gewoon even dan bekijken wat hij zegt. Als hij zegt 1%. We weten hoeveel miljonairs er zijn. We weten hoeveel biljonairs er zijn. Als die 1% in bitcoin zouden stoppen. Wat er dan gebeurt. Weet je. En je had nu al genoeg aan 100 bitcoins. Ik denk dan. Als jij bijvoorbeeld nu realistisch. Hè, realistisch. Als jij nu al 10 bitcoin bezit. Heb jij realistisch een kans over een x aantal jaar. Ik zeg niet dat het in een paar maanden gebeurt. Maar dat jij dus miljonair wordt met niets doen. Laten kopen, laten staan. En je hebt het over realistische beelden. Natuurlijk is het een leuke video. Hebben we het over miljonairs, et cetera. Maar houd het voor jezelf ook realistisch. De meeste mensen kunnen niet met 1% investeren. Zeg ik, investeer van ton. Want dat is niet 1% van normale mensen hun vermogen. Dus houd het wel realistisch. Ja. Als jij een investeerder bent, zijn wij van mening dat er een gedeelte bitcoin in een portfolio van vandaag de dag hoort te zitten. Ik denk al, als jij één, dan hou je het echt
Dat is realistisch. Als jij één bitcoin kan bemachtigen en je laat het lang genoeg staan, dan zal het rendement je waarschijnlijk overtreffen. Goed, vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal. Smash op die duim, dat brengt de video weer wat hoger voor ons in YouTube. En druk je op het belletje, dan krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen. Onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes weer terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je ons Discord kanaal die iedereen kan joinen voor een serieuze vraag over crypto, beleggen, investeren, noem het allemaal maar op. Ons leerplatform, de supportlinks, alles vind je terug op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later. Later.